hoor, allemaal. Ik stel voor dat we beginnen. Het is 9 uur. Er druppelen nog wat mensen binnen. Dat kan altijd heel makkelijk bij een digitaal overleg. Welkom bij dit webinar 3 jaar NOBV. Mijn naam is Poeymee Sjan. Ik zie gelukkig heel veel bekende gezichten, maar gelukkig ook wat nieuwe namen zie ik voorbij komen. Met name voor hen ook van harte welkom. Ik ben Poeymee Sjan, ik ben vanochtend jullie gespreksleider, maar ik ben tevens programmacoördinator van het Nationaal Onderzoeksprogramma naar Broeikasgassen uit Veenweide, ook wel afgekort tot het NOBV. We gaan deze, wat al even in de chat is genoemd, deze sessie wordt opgenomen. Als u dat nou heel vervelend vindt, is het vriendelijke verzoek om het na te kijken. Dat kan, en de opname wordt achteraf sowieso gedeeld aan allen die hier vandaag zijn en een eerdere uitnodiging ontvangen. En met een digitaal overleg zijn er altijd wat spelregels. Het vriendelijke verzoek om vragen in de chat te stellen. We zijn vandaag naast de beoogde sprekers zijn er heel veel onderzoekers in de zaal, in de virtuele zaal. Die zullen ook daar waar mogelijk de vraag beantwoorden. Mag ik u... Wilt u misschien uw microfoon uitzetten? Ik weet niet wie ik voor mezelf gal, maar ja. Vragen die we niet tijdens de sessie kunnen beantwoorden, wat wel eens kan gebeuren als het er heel veel zijn, zullen we achteraf schriftelijk beantwoorden. Dus alle antwoorden komen alsnog, worden alsnog vastgelegd en naar u toegestuurd. Nou, we hebben een paar hele mooie sprekers. We zijn ook vandaag iets langer bezig dan u normaal van ons gewend bent. Ook omdat we een hele hoop te vertellen hebben. Maar misschien toch nog even een korte introductie voordat we starten. Waarom is het NOBV eigenlijk in het leven geroepen? In het klimaatakkoord, wat is ondertekend in 2019, is voor de Veenweide een reductie afgesproken van die jaarlijkse broeikasgasemissie van 1,0 megaton aan CO2-equivalenten in 2030. En wat we gaandeweg achterkwamen, of wat we toen eigenlijk ook al constateerden, is dat we nog niet genoeg, niet goed weten wat het effect van maatregelen is op die broeikasgasemissie en op de bodemdaling. En het onderzoek, dus wat wij dus doen, is onderzoek doen naar die verschillende maatregelen, het effect daarvan op broeikasgasemissie en bodemdaling. Wij begeleiden dit vanuit STOA. Ik ben werkzaam bij de STOA. Maar uiteraard wordt het onderzoek uitgevoerd door een hele grote groep onderzoekers, bestaande uit diverse universiteiten en kennisinstellingen, waar zo meteen de eerste spreker ook nog kort op in zal gaan. Nou, wij onderzoeken een aantal maatregelen, sommige al wat langer, sommige wat korter. Wij kijken bijvoorbeeld naar waterinfiltratiesystemen, zoals in de bijgevoegde slide ook te zien. Ook de onderwaterdrainage of drukdrainage genoemd. We kijken ook naar hogere slootpijlen, het effect daarvan op bodemdaling en broeikasgasemissie. En we gaan ook kijken naar greppelinfiltratie. Daarnaast kijken we ook naar nattere teelten. En dat is nat tussen aanhalingstekens, moet ik altijd even zeggen. Nat is het teelten bij hoge grondwaterstanden. In ons onderzoek zijn we in elk geval al, meten we al een tijdje bij Lisdodde. Maar we kijken ook bij Miscanthus, Femos en Cranberry. We kijken ook naar bodemmaatregelen. Zo gaan we ook het onderzoek doen naar de kleideeltjes die je aan kunt brengen in het veen. Zodat daar ook met de verwachting dat daar de emissie reduceert. Nou, dit zijn een aantal maatregelen waar we nu aan meten. Zullen we wellicht ook nog meer bijkomen de komende jaren. Het kan best verteld worden aan de hand van de komende animatie. Een korte animatie waarin we laten zien wat nou eigenlijk de opgave is. Wat het onderzoek is en hoe we nou omgaan met de maatregelen. Suzanne, wil jij de animatie aanzetten?
De broeikasgasopgave in het Nederlandse veenweidegebied. Het veenweidegebied beslaat ongeveer 10% van het grondgebied in Nederland. Geschat wordt dat de afbraak van veengrond in deze veenweide 2-3% bijdraagt aan de totale Nederlandse broeikasgasemissie. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het beperken van de broeikasgasuitstoot in Nederland. Voor veenweiden is daarin een reductie van de jaarlijkse emissie met 1 megaton CO2-equivalenten in 2030 vastgesteld. Maar wat is nu feitelijk de huidige emissie uit veengebieden? Wat zijn de effecten van verschillende maatregelen tegen bodemdaling op broeikasgasuitstoot? Hoe werken maatregelen die zijn ontwikkeld, of nog ontwikkeld worden, om emissies te beperken? En welke rol spelen bijvoorbeeld bodemleven en veentypen bij de veenafbraak? Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide, NOBV, is in 2019 gestart om antwoord te geven op deze vragen. Het onderzoeksprogramma loopt 5 jaar om de invloed van variaties in het weer uit te sluiten. Doel is de effectiviteit van maatregelen te onderzoeken en de emissies beter te voorspellen. Daarbij worden tevens de effecten op bodemdaling in beeld gebracht. Er wordt gebruik gemaakt van onderzoek op locaties verspreid over het Nederlandse veenweidegebied. Aan het onderzoeksprogramma nemen verschillende universiteiten en kenniscentra deel. Het NOBV loopt tot medio 2024 en wordt uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het onderzoek wordt afgestemd met overheden en belanghebbenden en aangestuurd door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, STOA. Met de onderzoeksresultaten van het NOBV kunnen regionale overheden beleidskeuzes maken. Dankjewel. Een korte animatie, maar ik wil jullie vast erop wijzen dat we veel uitgebreidere animaties hebben over waar we dieper ingaan op maatregelen, waar we ingaan op het mechanistisch begrip, maar ook op die je allemaal op onze website kunt vinden, evenals een toelichting per locatie. Dus mocht u daar meer interesse in hebben, weet ons te vinden op nobveenweiden.nl. Dan wil ik nu de verschillende sprekers welkom heten. We hebben vandaag 3 onderzoekers die hun vraag... 4 onderzoekers die vandaag ons meenemen in het onderzoek. We gaan zo meteen starten met Gilles Erkens. Nou, de meeste van jullie, Gilles is bijna vaste gasten in onze webinars. Die zal iets meer vertellen over waar we nu staan als NOBV. Vervolgens zal Ralf Aden ingaan op de grondwaterstand en de relatie tussen grondwaterstand en de emissie. Dan hebben we een van onze onderzoekers uit Australië, Alexander. En zijn presentatie zal in het Engels gaan, zoals aangekondigd. En het zal gaan over de methaanemissies. En tot slot zal Merit van den Berg, onderzoeker aan de Vrije Universiteit, afsluiten met een presentatie over het gebruik van modellen binnen het NOBV. Nou, en dan tot slot sluiten we af met het ministerie van LNV. En met Douwe Jonkers en Chris van Naarden, waar we met hen even in gesprek gaan over wat nou deze resultaten betekenen voor de volgende stappen in het beleid, maar ook bijvoorbeeld in het kader van het NPLG. Zo, we zijn nog niet. We beginnen bij Gilles Erkens, onderzoeker en voorzitter van het onderzoeksconsortium, onderzoeker bij Deltares en aan de Universiteit Utrecht. En hij gaat jullie een presentatie geven over waar we nu staan. Ja, goedemorgen allemaal. Ga ik even mijn scherm delen. Is dit nu te zien, zo? Het is goed te zien, Gilles. Ja, en ik ben ook goed te horen. Oké, nou, goedemorgen allemaal. Mijn naam is inderdaad Gilles Erkens. Ik ben de voorzitter van het onderzoeksconsortium. En ik heb voor de volledigheid nog maar eventjes de namen van de 6 hoofdpartijen hier neergezet. Het zijn er 5 logo's, maar Wageningen Universiteit zit erin en Wageningen Environmental Research. En vandaag zal ik iets vertellen over de resultaten die we hebben tot dusver. Met name gericht op de resultaten die we hebben uit meetjaar 3.
Maar er komen na mij nog 3 interessante sprekers. Dus ik zal het vooral houden op hoofdlijnen. En meer een kader geven voor de sprekers na mij, dan dat ik zelf heel diep op resultaten inga. Feitelijk het doel van deze presentatie is om jullie mee te nemen in de gedachtenwereld van het NOPV. Waar denken wij nu aan en waar zijn we nu mee bezig en wat is onze filosofie achter het onderzoek wat we doen? En ik begin met deze disclaimer, en die geldt voor alle presentaties die we vandaag geven, maar ook voor alle hoofdstukken die we hebben opgeleverd. Want dit webinar is naar aanleiding van het opleveren van 14 hoofdstukken of papers aan de opdrachtgever die de uitkomsten van meetjaar 3 behandelen. En het is zo dat dit webinar daar met name over gaat, maar dat de resultaten die we nu gaan bespreken ook zullen gaan veranderen als we meer meetjaren hebben en nog meer meetlocaties. We hebben op een aantal plekken nu 2,5 jaar aan metingen, maar op sommige plekken ook nog maar 1 jaar of zelfs nog korter. Dus dat zijn dan nog hele voorlopige resultaten. En dat kan nog gemakkelijk veranderen, omdat we bijvoorbeeld nu dit jaar ook weer aan het meten zijn. En deze zomer is, en deze lente is nu anders dan vorig jaar, dus dat zal toch weer een beetje andere resultaten geven. Toch denk ik ook dat een paar hoofdlijnen nu echt wel duidelijk worden. En daar gaan we het ook met name ook vandaag over hebben. Het is ook heel belangrijk dat we deze metingen doorzetten, ook na 2024. Omdat we de daadwerkelijke variatie er is in het veenweidegebied in Nederland in de tijd en ruimte beter in kaart willen kunnen brengen. Daar ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen. We willen de onzekerheden verkleinen en willen de statistische betrouwbaarheid vergroten. En dat laatste zal Ralf ook zo meteen wat meer over vertellen. Dus op algemene zin, wat we nu gaan vertellen, zijn de uitkomsten die het best mogelijke zijn op basis van de huidige gegevens en de geldende onzekerheden. En dat moet wel altijd in het achterhoofd worden gehouden. Nou, het is belangrijk om te realiseren dat wij op een aantal verschillende elementen onderzoek doen. Het is een heel breed onderzoeksprogramma, het is ook met heel veel partijen. En om dat uit te leggen gebruik ik dit model, het 6M-model. En dat zijn de 6 elementen waarop je onderzoek zou moeten doen als je tot goede besluitvorming wil komen. Het is ooit ontwikkeld voor bodemdaling, maar het geldt ook voor broeikasgasuitstoot. En als we even heel snel er doorheen gaan, dan kunnen we zien dat het gaat om het meten van broeikasgasuitstoot. Je wil weten hoeveel is er nou, komt er nou daadwerkelijk uit de bodem. Je moet begrijpen waarom er op bepaalde plekken een bepaalde hoeveelheid broeikasgasuitstoot is. Dat is het mechanistisch begrip, het mechanisme begrijpen. Dan kan je het ook modelleren, zodat we voorspellingen kunnen doen. Dat werd net ook al in het filmpje verteld. Dat we ook kunnen kijken wat het verschillend handelingsperspectief is bij verschillende maatregelen. Dat is het derde blok hier. Het vierde blokje gaat over maatschappelijke kosten-batenanalyses. Uiteindelijk wil je die voorspellingen ook in kosten en baten uitdrukken, zodat de bestuurder, het vijfde blokje, maatregelen kan nemen. En die maatregelen wil je dan vervolgens monitoren hoe efficiënt ze daadwerkelijk zijn in het veld. En dat zou je weer dan kunnen doen met hetzelfde meetsysteem. Nou, het NOPV zit bij M nummer 1, 2, 3 en 6. Daar werken we aan. Dus we doen metingen. Er staat een klein fotootje van een meetplotje daar. Daar gaat Ralf en Alex gaan daar zo meteen wat meer over vertellen. We proberen de mechanismes te begrijpen door bijvoorbeeld labwerk. Dat is echt essentieel, een cruciaal onderdeel hiervan. We modelleren de broeikasgasuitstoot. Daar gaat Merit zo meteen wat meer over vertellen. En dit komt allemaal samen, zowel de metingen als het begrip van de mechanismen, het procesbegrip en het modelleren in de monitoring. En daarvoor hebben we SOMERS. En SOMERS is het Subsurface Organic Matter Emission Registration System. En dat is een registratiesysteem waarbij we bijhouden wat de uitstoot van de broeikasgassen uit de veengebieden is in Nederland. En dat is nu nog in ontwikkeling, maar de eerste versie is klaar en binnenkort volgt een tweede versie. Er zijn 4 doelstellingen van het NOPV en die hebben te maken met die 4 elementen die ik net beschreef. En misschien wel de belangrijkste doelstelling, of in ieder geval degene waar we het meeste tijd aan hebben besteed, is het bepalen van de effecten van maatregelen op broeikasgasuitstoot en bodemdaling. En als we dat goed weten, dan is het ook duidelijk wat het handelingsperspectief is en wat je met die maatregelen kan bereiken. En we kunnen bijvoorbeeld ook kijken naar optimalisatie van maatregelen. Nou, om die effecten te bepalen moet je het goed kunnen meten. En zeker toen wij 4 jaar geleden begonnen, was het nog niet heel erg duidelijk hoe we dat precies zouden moeten doen. Dus het opstellen en het steeds weer updaten van een meetprotocol voor het meten van broeikasgasuitstoot en bodemdaling in het veenweidegebied is ook een van de doelstellingen van het NOPV. We willen het modelinstrumentarium optimaliseren en actualiseren om voorspellingen te kunnen maken van bodemdaling en broeikasgasuitstoot. En uiteindelijk willen we ook een landelijk dekkend meetsysteem hebben.
dat langjarig kan monitoren op broeikasgasuitstoot en bodemdaling in het Veenweidegebied. Dus dit zijn de doelstellingen van het Nationaal Onderzoeksprogramma. En de randvoorwaardelijke doelstelling, de onderliggende doelstelling, is dat we mechanistisch begrip moeten opbouwen. Want dat is ook een beetje onze strategie geweest. En is nog steeds onze strategie, dat we heel erg inzetten op dat mechanistisch begrip. En dat doen we, zodat we eigenlijk feitelijk uit die variatie die er is kunnen stappen. Maar dat we effecten die we meten en dingen die we zien, dat we die ook generiek kunnen maken. Zodat we ze ook op andere plekken kunnen inzetten. En daarvoor hebben we dat mechanistisch begrip nodig. Dus dat is echt een heel belangrijk onderdeel van het NOBV. Dat zie je ook terug in de programmaonderdelen. En dat is, dit laat ik vooral zien om te laten zien dat het onderzoeksprogramma niet één grote bult met werk is. Maar dat het ook in verschillende onderdelen uiteen valt. Of die natuurlijk heel veel met elkaar te maken hebben. En die ook naast elkaar worden uitgevoerd. Maar wel een andere hartslag of ander ritme kennen. Zo is er het meetprogramma. Dat gaat over een operationeel meetnetwerk. En daar wordt ook een meetprotocol bijvoorbeeld wordt daarin aangewerkt. En voor een meetprogramma geldt ook, ja, als er een meetinstrument kapot is, dan moet dat ook zo snel mogelijk worden gerepareerd. En er zijn ook standaard bezoeken aan meetsites. Dus dit is iets wat operationeel heel sterk moet zijn en wat we heel goed moeten organiseren. Daarnaast is er een onderzoeksprogramma waar de meeste van ons ook aan werken. En hier gaat het heel erg over het opbouwen van mechanistisch begrip en het inzicht in de effecten van maatregelen. En een onderzoeksprogramma heeft een wat langzamer hartslag dan zo'n meetprogramma. Daar kan je wel iets langer over doen om dat uit te zoeken. Dat hoeft niet op stel en sprong gedaan te worden, als bijvoorbeeld wat er gebeurt als zo'n meetinstrument kapot is. En dan hebben we het monitoringsprogramma, waar we de resultaten monitoren met behulp van een modelinstrumentarium. En dat heeft een bepaalde hartslag in de zin dat we elk jaar proberen een monitoring te doen van het Veenweidegebied. Dat moeten we nog mee gaan beginnen, maar dat is wel vanaf nu af aan het plan. Dus het zijn drie onderdelen die ook een andere manier van operationeel zijn hebben. En ook een andere diepgang. Maar ze vormen allemaal samen het NOBV. Nou, mijn laatste slide over het NOBV zelf is dat ik wil laten zien dat we het vandaag hebben over de data-analyse van het NOBV over meetjaar 3. En dan gaat het heel erg om wat zijn de uitkomsten van de metingen. Maar dat is niet het enige wat wij opleveren. We leveren ook nog andere soorten documenten op die wat meer duiding geven of wat meer de achtergrond laten zien van bijvoorbeeld hoe we meten. En dat staat in dit figuur weergegeven. Dus het eerste wat je zou graag zou willen weten is, wat is nou de onderzoeksstrategie? Dus we leveren een onderzoeksstrategie op. Dat zet hierboven in mijn, ik weet niet of jullie eigenlijk mijn pijl zien, mijn pijltje. Hierboven, daar staat, dat is de strategie. Dus we leveren eens in zoveel tijd een update op van de onderzoeksstrategie. Dan gaat het erom, hoe wordt er nou gemeten? En dat staat in het meetprotocol, wat we ook in eens in zoveel tijd updaten. Dan is er een operationele rapportage. Wat is er in de praktijk gedaan? Nou, inmiddels doen we dat niet meer, want dat is een enorme hoeveelheid werk. Maar dat hebben we in het verleden wel gedaan. Dan is er de data-analyse. Dus wat komt er nou uit de metingen? Wat zijn de uitkomsten? Daar gaan we het vandaag met name over hebben. Een selectie daarvan. En dan gaat het om, ja, wat zeggen deze uitkomsten? Wat is de duiding van deze uitkomsten? En dat staat in het zogenoemde vragen- of hypothese-document. Dus er zijn verschillende type documenten waarin we verschillende type informatie geven. Dan is de vraag, en dit is ook iets wat over de afgelopen jaren gegroeid is, moet ik ook eerlijk zeggen. Welke broeikasgasfluxen onderzoekt het NOBV? En in welke omstandigheden? Wat is nou de afbakening van ons onderzoeksprogramma? En ja, zoals ik zei, het is over de afgelopen tijd is dit een beetje veranderd. Omdat we ook zelf dingen meer leren. Of omdat het duidelijker is waar we van zijn en wat door anderen wordt gedaan. En ik begin even met het linker kolommetje hier. Bij de kolom waar. Het is belangrijk om te realiseren dat NOBV alleen maar werkt op organische gronden. En dat zijn drie type bodems. Dat zijn de veenbodems, de moerige gronden. En in theorie ook de begraven veengronden, die horen ook tot de organische bodems. Alleen die zitten op dit moment nog niet in het NOBV. Dus we richten ons voornamelijk nu op de veenbodems en de moerige gronden. Als dus op minerale gronden doen wij dus geen metingen en ook verder geen uitspraken. Dus op zandgronden of kleigronden. Verder limiteren we onszelf tot de organische gronden in de kustvlakte. Dus dat zijn de laaggelegen organische gronden in de delta of in de kustvlakte. Wat in de volksmond ook wel laagveen wordt genoemd. Dus dat is in ieder geval ruimtelijk al een afbakening. En dan richten we ons op de drie belangrijke broeikasgassen uit het veen. CO2, koolstofdioxide, methaan, CH4 en lachgas, N2O. En die staan op de
hier in de kolom weergeven, deze drie. En dan zou je kunnen zeggen, ja, van elke van die gassen is er een uitstoot en een opname mogelijk. Misschien niet tegelijkertijd natuurlijk, maar op verschillende locaties. En ja, dat hebben we allemaal per uitstoot en opname flux zijn er verschillende bijzonderheden. Dus laten we bijvoorbeeld beginnen met CO2. Nou, uitstoot vindt met name plaats door veenafbraak. Vooral onder zuurstofrijke omstandigheden. Dat is natuurlijk een van de hoofdstukken van de NOBV. Tegelijkertijd is er ook zoiets als CO2-opname, veengroei. Maar ook andere vormen van koolstofopslag, als die er zijn, dat is dan bijvoorbeeld gaat over de afzetting van organische modder, bijvoorbeeld in natuurgebieden, zouden we kunnen meenemen. Dus dat zijn fluxen waar we onszelf verantwoordelijk voor voelen. En bij CO2 is het heel belangrijk om te realiseren dat wij ons richten op de koolstof die minimaal decennia tot eeuwen tot millennia oud is. Het zogenaamde oude koolstof, de langcyclische koolstof. En we kijken dus niet naar de koolstof die jonger is, die bijvoorbeeld een paar jaar oud is of zelfs een paar maanden oud is, die net is vastgelegd in de bodem. Als daar significante verschuivingen in plaatsvinden, dan zit dat in de sector landbouwbodems en niet in onze sector veen, organische gronden in landgebruik. Nou, als we kijken naar methaan, dan is interessant dat onderscheid tussen jong en oud koolstof, wat wel bij CO2 bestaat, niet bij methaan bestaat. Methaan is, het gros daarvan is jong sowieso, maar het is niet meer te onderscheiden van eventueel oud koolstof. Dus daar nemen we alles wat aan methaan wordt uitgestoten op die organische gronden nemen we mee. En opname van methaan komt niet of nauwelijks voor. Voorlopig is dat iets wat we nog eventjes niet meenemen. En voor N2O, voor lachgas, kijken we vooral naar de gevolg van N2O-uitstoot als gevolg van veenafbraak. En we proberen een scheiding te maken tussen de N2O uit veenafbraak en de N2O die uit mest komt. En N2O-opname komt ook niet of nauwelijks voor. Dus dit geeft al een beetje een afbakening waar we onderzoek naar doen. Dan ga ik nog iets dieper in op dat lang en kortcyclisch koolstof. Deze foto die laat heel duidelijk zien, het is een beetje een vage foto, maar hij laat zien dat hierboven in het veenpakket, dit is boven, aan de rechterkant is wat donkerder veen te zien, wat zwarter. Daar is zuurstof bij het veen gekomen en heeft er afbraak plaatsgevonden. En de zuurstof is tot hier ongeveer gekomen, tot halverwege de kern. En daaronder zit bruiner veen, wat nog meer in de oorspronkelijke toestand is. En dit laat zien wat zuurstof doet en die afbraak leidt natuurlijk ook tot CO2-uitstoot. En als je dat dan kijkt in een profiel, hierboven is dat weergegeven, van de wortelzone tot de oxidatiereductiezone, dan kan je zien dat de afbraakstatus van veen, dus de mate waarin het afgebroken is, die is laag op diepte, want er is geen zuurstof bijgekomen. En als je naar ondieper gaat, dan wordt die degradatie steeds hoger. Tegelijkertijd is het ook zo dat de hoeveelheid nieuw koolstof, die wisselt ook heel sterk. Dus nieuw koolstof komt met name door plantengroei, dus door wortels in de bodem. En dat is natuurlijk heel veel aan het oppervlak, vlakbij de graszoden in dit geval. Maar het neemt in de diepte al vrij snel af en is dan heel erg laag. Dus we moeten, als wij alleen naar oud koolstof willen kijken, moeten we vooral voor die ondiepe zone, moeten we goed kijken of we dan naar het juiste hoeveelheid koolstof kijken, naar de juiste fluxen. Dat staat ook in deze slide. Ik ga hier niet helemaal op in op dit punt, want dit wordt ook door Ralf onder andere gepresenteerd. Wat we aan metingen doen, zijn verschillende soorten elementen, verschillende soorten fluxen. En uiteindelijk is er maar eentje die voor ons belangrijk is. Dit is allemaal wat in onze meting zit of waar we iets van weten. En uiteindelijk richten we ons alleen maar op die veenafbraak. En zometeen zullen Ralf en Merit daar ook wat dieper op ingaan. Dat is heel belangrijk. Nou, mijn laatste punt wat ik wil maken is dat we verschillende fluxen naast elkaar hebben. En dit is het werk uit Engeland wat ik hier laat zien, waarbij in het linker figuur de uitstoot van CO2 is weergegeven ten opzichte van de grondwaterstand. En dat laat zien dat met diepere grondwaterstanden er meer CO2 wordt uitgestoten en dat neemt heel snel af. Terwijl methaan neemt, en met diepe grondwaterstanden is dat heel erg laag, maar neemt heel erg toe met hoge grondwaterstanden. En als je dat samen neemt, dan krijg je zo'n figuur wat hier rechts staat, waarbij er een bepaald optimum punt te vinden is. Het is heel belangrijk om altijd naar CO2 en methaan te kijken. En daarom gaat Alex zo meteen ook iets vertellen over methaan. Maar wat in het figuur hier links ook nog te zien is dat er hier een lijn getrokken is, maar er zijn een heleboel puntjes die hier liggen. Dat is een soort wolk van uitkomsten. En dat is heel erg belangrijk. Dus als wij zelf zo'n figuur zouden maken,
En laten we even aannemen dat wij 1000 meetpunten hebben in Nederland. Wat niet zo is, maar puur als gedachte-experiment. Dan zullen we zien dat die 1000 meetpunten een enorme wolk aan uitkomsten geven. Zo'n soort wolk zoals dit. In daadwerkelijke zin, of in de realiteit, hebben we maar 20 meetpunten. Dus als we nou uit die 1000 theoretische meetpunten een selectie maken van 20, bijvoorbeeld deze, ik heb er nu willekeurig 20 uitgezocht, dan kunnen we zien dat we een bepaalde relatie vinden tussen grondwaterstand en CO2-flux. Maar die relatie zal veranderen als wij 20 andere metingen hebben. Dus ik laat maar zien dat die relatie is heel erg afhankelijk van het aantal meetpunten wat je hebt. Misschien is het veel belangrijker om naast het vaststellen van een relatie ook de breedte van die wolk te begrijpen. Dus waarom hebben we bij bepaalde grondwaterstanden zowel lage CO2-uitstoten als hoge CO2-uitstoten? Er zit natuurlijk wel een bepaalde lijn in, maar dat komt alle twee voor. Dus dat is, om het hier te laten zien, dit zijn al die puntjes die we hadden uit die metingen. Het is belangrijk dat wij met modellen proberen te begrijpen, of met ons mechanistisch begrip in modellen, het plaatje rechts laat de uitkomst van modellen zien, waarom die waaier een bepaalde breedte heeft en waar dan de verschillende punten liggen. En dat staat ook op deze slide. Dus waar we nu heel erg op gaan inzetten is het ontrafelen van de waaier aan metingen. En dat is eigenlijk het mechanistisch begrip. En daar zijn een aantal hoofdlijnen voor te verzinnen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de hoeveelheid organisch materiaal is anders. Je kan zeggen, het organisch materiaal is misschien meer of minder afbraakgevoelig. Dat kan ook nog veranderen in de tijd. Er moeten altijd micro-organismen aanwezig zijn. Nou, dat veronderstellen we dan maar even in evenwicht. Er zijn altijd wel agenten die het kunnen afbreken. Of de omstandigheden, dat is ook heel belangrijk, die een mineralisatie toestaan, die kunnen ook anders zijn. En dat hangt weer af van bijvoorbeeld bodemvocht, bodemtemperatuur. Die hangen ook weer af van het weer bijvoorbeeld. De redoxomstandigheden, pH en nog een heel andere set aan waarden. En dit laat zien wat voor een variatie er daadwerkelijk in het veenweidegebied in Nederland is. En hoe wij proberen dat met mechanistisch begrip in verschillende groepen uiteen te rafelen. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel wordt voor de komende tijd. Dan sluit ik af met een aantal belangrijke onderzoeksvragen. En deels is het ook een soort herhaling wat ik al heb gezegd. Dus belangrijk is om in te zoomen op de verhouding tussen jong en oud koolstof in de veenweide, bodemprofielen. En wat is de bijdrage van die twee groepen aan de uitstoot, waarbij we voornamelijk geïnteresseerd zijn in het oude koolstof. Wat is de verhouding tussen verschillende broeikasgassen, tussen methaan en CO2, onder verschillende omstandigheden? En zijn er mogelijkheden tot optimalisatie, tot verminderen van bepaalde broeikasgassen? Wat is de variabiliteit in uitstoot naast grondwaterstand afhankelijk van water, bodem en weer? Dat is eigenlijk die variatie, die breedte van die wolk verklaren. En wat zijn ook de effecten van enkele droge periodes en droge zomers, die we natuurlijk de afgelopen tijd veel hebben gehad, op de broeikasgasuitstoot, bodemdaling en toestand van het veen? En tenslotte, iets wat ik zelf erg interessant vind, is dat we in het verleden veel bodemdaling hebben gebruikt om CO2-uitstoot te bepalen. Maar dat we nu ook andersom kunnen gaan kijken hoe veenafbraak precies bijdraagt aan de bodemdaling. Daar wil ik het graag bij laten. Dankjewel, Gilles. Ja. Voor je heldere presentatie. Misschien is er daar nog wel twee toelichtende vragen op jouw presentatie in de chat voorbij gekomen. Ja. Hans Mankor vraagt, wat betekent effective water depth? Ja, dat is volgens mij het plaatje van Chris Evans. Dat is de waterdiepte, de grondwaterstand. En daarbij meegenomen is de hoeveelheid veen die zich boven de grondwaterstand bevindt. Dus als je ook een heel diep, ondiep veenprofieltje hebt, dus een heel klein veenprofieltje, dan is dat een andere effectieve grondwater water depth dan als een heel dik veenprofiel is. Dus daar is rekening mee gehouden in die grondwaterstand. Daarom is er ook geen grondwaterstand. Niet zozeer de grondwaterstandsdiepte, maar de dikte van het veen wat in het water blootgesteld. Ja. Ja. Maar je zou dus ook kunnen zeggen de kleilagen, die kan de bovenkant niet eraf trekken. Ja. Dat is in ons geval, maar ik denk dat in Engeland dat wat minder speelt. Ja, maar, ja. Goed. Wow. Ja. Ik trek het er genoeg. Ja. Okay. En in het verlengde daarvan vraagt Margit, gebruik je daar jaargemiddelde grondwaterstanden? Weet je dat? In het plaatje van Chris Evans? Ja, een beetje. Ja. Ja, dat weet ik niet precies, maar dat ga ik wel een beetje vanuit, ja. Nou, helder verhaal, Gilles. Misschien is het goed om ook aan te geven dat die onderzoeksvragen niet zozeer
Om te voorkomen dat we de indruk wekken dat wij van wc-eenten, dat gaat eigenlijk wel serieus vragen waarvan we denken dat die bijdragen aan de doelstellingen van het NOBV. En niet om Achilles aan het werk te houden alleen, maar juist omdat ze daarmee meer inzicht geven in de maatregel-effectrelaties en het mechanistisch begrip. Dus je snapt dat we echt kunnen ontrafelen. Dat is misschien even een duiding nog. Dus we kunnen, en jouw oproep denk ik ook om wat langjariger te meten, ook omdat een aantal maatregelen, omdat het aantal inzichten ook nog heel beperkt zijn, hoor ik jou ook zeggen. Ja, zeker. Ja. Dankjewel. Ik zie verder geen vragen in de chat. Dus ik wil eigenlijk een stukje de verdiepte in met Ralf Aben. Ralf is onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En hij gaat in op iets waar we denk ik al heel lang naar uitkijken. De relatie tussen grondwaterstand en het effect op de maatregelen. En het effect daarvan op de broeikasgasemissie bij verschillende maatregelen. Ralf, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel voor mij. Ik zal even mijn scherm proberen te delen. Even kijken. Is dit te zien? Ja, het is te zien. Oké, super. Ik ga jullie wat vertellen over de effecten van grondwaterstand en waterinfiltratiesystemen op de CO2-emissie op basis van de data die we tot nu toe hebben verzameld. Nou, binnen NOBV meten we met verschillende meetmethodes aan onder andere de CO2-fluxen. En de methode waar ik in deze presentatie aandacht aan zal besteden, dat zijn de metingen met de eddy covariance masjes, de metingen met de mobiele automatische kamers, die zijn alleen in Friesland gedaan, en metingen met de vaste automatische kamers. En de vliegtuigmetingen die worden hier buiten beschouwing gelaten. En hier rechts zie je een kaart met alle NOBV-onderzoekslocaties. Voor de vaste kamers, vaste automatische kamers, zijn dat 7 locaties, waarvan 5 gepaarde maatregelreferentielocaties. Dat zijn dus een locatie waar je zowel een maatregel als een referentieperceel hebt. En voor de eddy covariance, dus inclusief de mobiele eddy covariance, hebben we 13 locaties, waarvan 5 gepaarde locaties. En voor het mobiel meten hebben we 7 locaties, waarvan 2 gepaarde locaties. Nou ja, zoals net ook al genoemd werd, we hebben verschillende soorten waterinfiltratiesystemen. Daar zal ik nu ook verder niet op ingaan, maar dat zijn de passieve en de actieve waterinfiltratiesystemen, dus de druk drainage. Nou, even ter achtergrond. Hier zie je een voorbeeld van typische CO2-fluxen die we tijdens het groeiseizoen meten. En daar zit dus enorme dag-nacht variatie in, waarbij je overdag meestal grote netto opname van CO2 hebt als gevolg van de grasgroei. En 's nachts heb je netto uitstoot van CO2. En die uitstoot die je 's nachts hier ziet, die heb je in principe overdag ook. En waarschijnlijk is die overdag zelfs nog hoger, omdat overdag ook de temperatuur hoger is. Maar die uitstoot zie je overdag niet, omdat je tegelijkertijd dus die opname van de CO2 door het gras hebt. Je hebt overdag dus eigenlijk een mix van wat wij de primaire productie noemen. Dat is de CO2-opname door het gras. En de ecosysteemrespiratie. Dat is de totale CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door alles wat op en in die bodem leeft. Dus naast veenoxidatie ook CO2-uitstoot door afbraak van humus in de graszoden, respiratie van plantenwortels, insecten, bacteriën, suikers die uit die plantenwortels komen, dus van allerlei andere bronnen. En dat die CO2-flux overdag meestal negatief is, dat geeft dus aan dat die primaire productie overdag meestal groter is dan de ecosysteemrespiratie. Nou, dit plaatje liet Gilles net ook wel zien, ik ga meer nog straks wat meer detail op in. Maar bij een jaarbudget of een jaarbalans, zo wordt het ook wel eens genoemd, maken we in feite een som van alle CO2-fluxen van een heel jaar. Om zo een beeld te krijgen van de netto CO2-emissie. En de CO2-fluxen die we gemeten hebben, die omvatten dus die primaire productie en de ecosysteemrespiratie. Maar voor het opstellen van een eerlijke balans moeten we ook rekening houden met de koolstofimport en export. Via die gewasopbrengst, dan halen we juist CO2, vastgelegde CO2, weg uit het systeem. En via het opbrengen van drijfmest wordt er juist organisch materiaal in het systeem gebracht, waarvan die koolstof uiteindelijk weer als CO2 zal vrijkomen. Dus daarom is het belangrijk om naast de gasfluxen ook nauwkeurig in beeld te brengen hoeveel koolstof we zelf via de oogst en de mest het systeem inbrengen of juist weghalen. Dus die NICB is in feite de netto CO2-flux. Onthoud die term goed, want die gaat in de rest van de presentatie nog veel terugkomen. Nou, in deze grafiek zien jullie de NICB's van de metingen met de vaste automatische kamers. In de bovenste grafiek is de relatie met de zomergemiddelde grondwaterstand te zien. En in de onderste grafiek is de relatie met de jaargemiddelde grondwaterstand te zien.
En de foutbalken die bij deze NECB staan, die geven variatie weer door zaken als de ruimtelijke variatie die we binnen een plot zien. Hè? Dus de flux die door de verschillende meetkamers zijn gemeten. En zo nog wat andere bronnen van variatie. Nou, daarnaast is er ook variatie die we niet kunnen kwantificeren, zoals bijvoorbeeld koolstof export en import door bijvoorbeeld uitwerpselen en vraat van dieren, hè, zoals ganzen of muizen, die ook gewoon zo'n plot binnenkomen. Maar ook dingen als lateraal koolstoftransport zijn dingen die we niet kunnen kwantificeren. We weten bijvoorbeeld niet hoeveel koolstof er met grondwaterstromen nog in of uit het perceel gaat. Nou, hier zie je in principe hetzelfde plaatje als net, maar nu met de NECB's ingekleurd aan de hand van de meetlocatie. En hier is trouwens de x-as gespiegeld, dus vandaar dat je net de trendlijn omhoog zag gaan, dat hier nu eigenlijk de trend naar beneden is. Nou, ook los van een waterstandeffect is er dus heel veel variatie in die NECB's, zoals Gilles net ook al in het plaatje liet zien. En zo kun je dus verwachten dat de ene locatie, ook los van de grondwaterstand, van nature een hogere of juist lagere NECB heeft dan de andere locatie. De ene locatie is simpelweg de andere niet. Hè? De ene locatie heeft een andere type veenbodem, of heeft wel of juist geen kleidek. En dat zijn allemaal factoren die ervoor kunnen zorgen dat de ene locatie dus gemiddeld een wat hogere of een wat lagere CO2-emissie heeft dan de andere locatie. En hetzelfde geldt eigenlijk voor verschillen tussen jaren. Dus hier zie je nu weer hetzelfde plaatje als net, maar nu zijn de NECB's ingekleurd op basis van het jaar waarin ze gemeten zijn. En hier valt bijvoorbeeld op dat gemiddeld genomen al die NECB's die in 2021 gemeten zijn, allemaal wat hoger uitvallen dan die NECB's uit 2020 en 2021. En dat zou verklaard kunnen worden doordat 2021... Een relatief nat groeiseizoen had. Er was in ieder geval absoluut niet een droog jaar zoals we in 2020 en 2022 hadden. En het zou daarom kunnen dat in die twee jaren met droge zomers de afbraak van organisch materiaal in die graszoden geremd werd door de droogte. En dat we daardoor in die jaren 2020 en 2022 gemiddeld wat lagere NECB's hebben gemeten dan in 2021. En dit plaatje laat dus ook zien waarom het belangrijk is dat we voor langere tijd meten. Want het ene jaar is simpelweg het andere niet. En we willen dus juist in al die verschillende, verschillende variatie in jaren, die willen we meepakken. Nou, laat ik hier nog even datzelfde plaatje van net zien. Want voor het meten van CO2-emissie die door veenoxidatie wordt veroorzaakt, geldt in principe hetzelfde als het meten van bodemdaling door veenoxidatie. Je hebt een hele grote jaarlijkse fluctuatie in maaiveldhoogte, door zowel een krimp van het veen. En dat verschil tussen maximale zowel en maximale krimp, dat is per jaar verschillend. Als je een jaar hebt met een relatief nat groeiseizoen, dan zal het verschil tussen maximale krimp en maximale zowel kleiner zijn dan tijdens een jaar met een droog groeiseizoen. Dus je moet dus voor langere tijd meten om uit die ruis van maaiveldhoogtefluctuatie de permanente bodemdaling door veenoxidatie te kunnen detecteren. En hetzelfde geldt dus eigenlijk voor die CO2-emissie uit het veen. He, want naar verwachting is die CO2-emissie uit het veen pakweg 8-12% van de totale ecosysteemrespiratie. En de rest van die CO2-emissie die je meet, die komt dus uit andere bronnen. Gilles had het net al over het jonge koolstof. Dus dat is dus bijvoorbeeld dat CO2 waardoor het gras wordt opgenomen en wat vervolgens ook voor een belangrijk deel in de bodem terechtkomt. Dus oxidatie van humus, van suikers die de plantenwortels uitscheiden, respiratie van de plant zelf, nou ja, allerlei bronnen. Die dus zorgen voor een grote CO2-opname, maar ook CO2-uitstoot. En wat dus niet het gevolg is van veenoxidatie. Je hebt dus te maken met hele grote seizoenale CO2-fluxen, waar je eigenlijk een heel klein signaal van veenoxidatie uit wilt filteren. Nou, ik heb net al wat resultaten laten zien over grondwaterstand en NECB's van de kamermetingen. Maar we hebben natuurlijk ook binnen NOBV met andere methodes gemeten. En nou ja, ook voor die methodes kunnen we wat laten zien over het effect van grondwaterstand. En dat zien we in dit plaatje. In deze grafiek zie je het geschatte effect van de jaargemiddelde grondwaterstand op de NECB. Uitgedrukt als het aantal tonnen CO2 per hectare per jaar per 10 centimeter verhoging van de jaargemiddelde grondwaterstand. En die... Oeps, dan kijk ik volgens mij naar... Ja. Ja, en die puntschattingen die je in deze grafiek kunt zien, hè, dus deze verschillende punten, die puntschattingen zijn eigenlijk de schatting van het werkelijke effect dat het beste ondersteund wordt door onze data. En die foutbalken die om die punten staan, nou ja, dat is het 95% betrouwbaarheidsinterval en dat is eigenlijk een manier om die foutmarge rondom die effectschatting te beoordelen. En wat we hier eigenlijk op dat plaatje zien,
is dat wanneer we naar elke methode individueel kijken, dan zien we dat er eigenlijk vrij, nou ja, dat er geen tot weinig bewijs is voor een effect van de jaargemiddelde grondwaterstand op de NECB. Echter, als we al die data van die verschillende methodes nu op één hoop gaan gooien en in één analyse stoppen, dan zie je opeens dat het bewijs voor een relatie met de grondwaterstand een stuk sterker wordt. En dat volgt eigenlijk het principe van statistische power, wat eigenlijk simpel gezegd is, hoe meer data je hebt, hoe meer onafhankelijke observaties je hebt, hoe beter je in staat bent om een signaal van de ruis te kunnen onderscheiden. En wat je ook in dit plaatje kunt zien, is dat die puntschatting, hè, dus de beste schatting van het werkelijke effect, eigenlijk behoorlijk vergelijkbaar is voor de verschillende methodes. Dus die verschilt eigenlijk helemaal niet zoveel. Wat vooral verschilt is de onzekerheid die je tussen de verschillende methodes ziet. Maar het geschatte effect is eigenlijk behoorlijk vergelijkbaar. Nou, en daarnaast zien we dat het geschatte effect van de jaargemiddelde grondwaterstand dat we binnen NOBV vinden, eigenlijk heel vergelijkbaar is met de data van Evans et al, die Gillis net al liet zien. Dus dat is een studie die gebaseerd is op wereldwijde eddy covariance data van veengebieden. Nou, er zijn nog andere relaties met de grondwaterstand uit andere studies, bijvoorbeeld data uit Duitsland. Daar hebben we nog geen tijd voor gehad om daar een robuuste vergelijking mee te maken. Dus dat staat nog op de planning voor komend jaar. En die data uit Duitsland, die laten over het algemeen, dat zie je bijvoorbeeld hier, laten die hogere emissies zien dan onze data. Hier zie je trouwens, dus, dit is een grafiek met op de x-achs de jaargemiddelde grondwaterstand en op de y-as weer de NECB's. En de punten die je ziet, de zwarte punten, dat zijn de NECB's die we met de vaste kamers hebben gemeten. En die zwarte lijn die je ziet, dat is de trendlijn op basis van onze data. En de lijnen met een andere kleur, dat zijn dus relaties die we in de literatuur vinden. En waar je daar trouwens rekening mee moet houden, is dat bij al die andere lijnen geldt dus eigenlijk ook een onzekerheid zoals wij hier laten zien voor onze data. Dus in werkelijkheid zitten voor elk van deze lijnen ook, hè, kun je even denkbeeldig, zet daar ook zo'n grote grijze band met onzekerheid omheen. Net zoals wij dat voor onze data hebben. Nou ja, komend jaar gaan we werken aan een robuuste vergelijking van onze resultaten met die uit het buitenland. Idealiter in samenwerking met de onderzoekers die aan die andere relaties hebben gewerkt. Zodat we er ook hopelijk achter kunnen komen waarom sommige van deze relaties eigenlijk best wel vergelijkbaar zijn met die van ons. Maar andere nou ja, toch wel af lijken te wijken. Dus dat staat nog op de planning. Ja. Nou, dan ga ik het nu hebben over het effect van waterinfiltratiesystemen op de NECB. En nou ja, hier zie je een vergelijkbaar plaatje zoals ik eerder liet zien voor het effect van de grondwaterstand. Maar nu dus voor het effect van de waterinfiltratiesystemen. Voor het mobiel meten hebben we maar twee gepaarde meetlocaties. Dus daarom was daar een aparte statistische analyse daarvan niet mogelijk. Nou, wat we wel konden doen is een analyse van alle data met en zonder de data van het mobiel meten. Dus vandaar nou ja, dat je dat ook in deze grafiek ziet staan. Nou, wat we eigenlijk uit dit plaatje kunnen concluderen is dat de data het meest ondersteunen dat waterinfiltratiesystemen leiden tot een reductie van de CO2-emissie. Want je ziet dat de beste schatting van het effect onder de nullijn ligt. Maar tegelijkertijd laat het plaatje ook zien dat de onzekerheid dermate groot is dat we moeten concluderen dat er vooralsnog onvoldoende bewijs is voor een effect van waterinfiltratiesystemen op CO2-emissies. Nou ja, en dat we vrijwel geen bewijs vinden voor een effect van waterinfiltratiesystemen op NECB, betekent niet per se dat die relatie er ook niet is. Het kan natuurlijk zijn dat er wel degelijk een werkelijk effect van waterinfiltratiesystemen is, maar dat we simpelweg niet in staat zijn om dat te kunnen detecteren. En dan rijst bij u waarschijnlijk gelijk de vraag van ja, waarom wordt er dan wel bewijs gevonden voor een relatie tussen de grondwaterstand en de NECB, maar geen bewijs voor een effect van waterinfiltratiesystemen? Nou ja, daar zijn verschillende mogelijke verklaringen voor. De eerste is dat het effect van waterinfiltratiesystemen wordt geanalyseerd op basis van veel meer data. Daar hebben we veel meer locaties voor. Het aantal gepaarde locaties is, gepaarde maatregelreferentielocatie is veel kleiner dan het totale aantal locaties waarover die relatie met grondwaterstand en NECB is bepaald. Nou ja, en minder locaties betekent dus ook automatisch een lagere statistische power. Dus je bent minder goed in staat om met zekerheid iets te zeggen over het bestaan van een bepaald effect. En de tweede reden is dat waterinfiltratiesystemen niet per se hoeven te leiden tot een hogere grondwaterstand. Dus in het geval van een locatie met slecht functionerende drains, of als je dus een zomer erbij hebt, zoals we net ook al zagen, zoals in 2021, waar
die eigenlijk, nou ja, die in ieder geval niet droog was, die vrij normaal of zelfs vrij nat is. Nou ja, in dat soort zomers is infiltratie ook beperkt en daarmee ook het verschil in de gemiddelde grondwaterstand tussen maatregel en referentieperceel. Dus hier geldt ook weer, hoe meer data we hebben, zowel in tijd als in ruimte, met hoe meer zekerheid we kunnen vaststellen wat het werkelijke effect van waterinfiltratiesystemen op die NECB is. Dus daarom is het ook hier belangrijk om te benadrukken dat het echt belangrijk is dat we voor langere tijd door moeten meten en zoveel mogelijk variatie in jaren moeten meenemen in onze metingen. Nou, dan kom ik op mijn laatste slide aan. En ik wil deze presentatie eigenlijk eindigen met een slide over het mechanistisch begrip. Ik heb net grotendeels gefocust op relaties tussen grondwaterstand en NECB en maatregelen in NECB. Maar we hebben niet voor niks zulke uitgebreide meetplots opgezet. Waarin zo ontzettend veel verschillende variabelen worden gemeten. Met name onder de grond, wat deze foto niet laat zien. Dus zoals bodemvocht, bodemtemperaturen, redox, poriewaterchemie. En het idee is natuurlijk om hiermee mechanistisch begrip op te doen. We kunnen natuurlijk niet overal gaan meten, dus we willen de processen die broeikasgassen sturen beter begrijpen. Zodat we ook op grotere schaal kunnen voorspellen wat het effect van maatregelen en waterstand op de broeikasgasemissies is. En daardoor zullen we dan ook beter in staat zijn om in te kunnen schatten waarom een maatregel wellicht wel effectief is in dit specifieke gebied met deze en deze omstandigheden, maar niet in dat andere gebied met andere omstandigheden. Dus inzicht krijgen in het mechanistisch begrip is iets wat de komende jaren veel aandacht gaat krijgen. En met dat wil ik mijn presentatie eindigen. Dankjewel, Ralf. Waarschijnlijk mede ingegeven door ons tijdslot ben je steeds sneller gaan praten. Waar in de chat ook even werd gerefereerd. En als ik je goed begrijp, zeg je eigenlijk heel veel. Er is heel veel onzekerheid, maar desalniettemin. Dus er is heel veel variatie. Je bent eigenlijk een beetje op zoek naar de speld in de hooiberg. Als je zegt dat je maar 8-12% noemde je van datgene wat je meet, is datgene waar je op zoek naar bent, zeg maar. Klopt het dat je, wat ik al hoor zeggen, je kunt dus niet zeggen in het veenweidegebied is de emissie jaarlijks dit. Dat kan je niet zeggen. Net zoals je niet kan zeggen de maatregelen. Regel heeft dit effect, maar ik begrijp wel dat je kunt zeggen dat een verhoogde grondwaterstand bijdraagt aan een verminderde emissie. Dus heb ik je dan goed begrepen? Ja, dat klopt. Ik denk dat we, wat onze data laat zien, is dat we gewoon redelijk tot sterk bewijs hebben voor een relatie met de grondwaterstand. Ja. En dat blijkt dus ook uit andere studies uit het buitenland. Dus dat eigenlijk in die zin versterkt al het bewijs alleen maar dat er ook daadwerkelijk zo'n effect is. Dus daar kunnen we, daar kunnen we in principe van uitgaan. Ja, ja. We zijn niet helemaal anders dan onze buren, zeg maar. Ja. Hey, en je zegt ook, als ik je goed begrijp, zeg je ook, dus de vergelijking met het buitenland, die wordt ook gemaakt, dus nu in theorie. Maar daar is ook, jullie zijn er ook over in gesprek met de buitenlandse wetenschappers ook, hè, begrijp ik. Ja, klopt. Dus we moeten gaan uitzoeken naar waardoor worden deze verschillen veroorzaakt. Zijn die er daadwerkelijk? Hè? En zijn die ook te linken aan, aan bepaalde zaken, geografische zaken? Nou ja, hoe lang is de duur van drooglegging, is die anders? Of zit het hem in verschillen in methodes? Nou ja, daar gaan we dus ook kritisch naar kijken en dat naast elkaar te leggen. Dus dat is iets wat we komend jaar gaan uitvogelen. En hopelijk komen er dan ook, zal het uiteindelijk een verklaring bieden. Hey, en misschien is het ook wel goed om te melden, want daar waren we in 2020 toch nog wel wat problemen hadden met het materiaal. Hè? Ook omdat het natuurlijk heel erg innovatief was waar we mee bezig zijn. Ik maak uit jouw presentatie op dat we ondertussen een goede datareeks hebben. Hè? Dus dat we echt goed er ook echt iets mee kunnen. Ja, klopt. Ik heb ook een plaatje van de data beschikbaarheid. Heb ik dus niet in deze presentatie gestopt. Maar daar valt ook in te zien dat 2020, behoorlijke gaten erin zitten. 2021 ook nog deels, afhankelijk van de locatie. Maar zeker afgelopen jaar tot en met nu, draait het eigenlijk als een zonnetje. Dus dat is heel positief. Ik heb hier nog een vraag in de chat die ik toch wel even aan je wil stellen. Het effect op de NECB bij waterinfiltratiesystemen, is dat duidelijker als je alleen kijkt naar de droge jaren? En als je de natte jaren weg?
Het verschil tussen droge en natte jaren en het effect? Ja, dat zie je. Qua grondwaterstand. Qua grondwaterstand maakt het. Wat je eigenlijk ziet is dat. Dat het jaar voor de relatie met de grondwaterstand niet heel veel uitmaakt. Dat is het plaatje wat ik eerder liet zien, waar je eigenlijk zag dat de hellingshoek van die relatie zag er op het oog hetzelfde uit. Alleen zag je dus dat al die punten voor 2021 simpelweg wat hoger lagen. Dus ja. Daar heeft het eigenlijk geen gevolgen voor. Daar wordt in het model rekening mee gehouden. Wat je wel ziet is dat voor het effect van waterinfiltratiesystemen inderdaad op de NECB, daar zie je wel waarschijnlijk ook logischerwijs dat als je alleen die droge jaren in een analyse stopt, nou ja, dat er dan meer bewijs voor zo'n effect komt dan wanneer je ook het normale of relatief natte jaar erin hebt zitten. Waar je tegelijkertijd mee moet oppassen, want niet alle, we krijgen natuurlijk meer droge jaren, maar het is niet zo dat alle jaren droog zijn. Dus dat, dus we moeten wel ook het eerlijke verhaal in die zin vertellen van ja, alle data moeten we erin stoppen voor een eerlijke analyse over wat waarschijnlijk het effect wordt op een lange termijn. Ja. Maar inderdaad, met alleen die droge jaren zie je een sterker effect. Maar misschien is het dan goed om toe te voegen dat in nattere jaren die emissie sowieso wel waarschijnlijk lager is. Absoluut. Ja, dat weet ik dus niet. Want dat plaatje suggereerde eigenlijk dus anders. Hè? Wat ik net liet zien, dat die punten van 2021 juist allemaal wat hoger liggen. Maar dat zou dus niet. Wat dus heel goed zou kunnen, wat goed denk ik is om nu even te benadrukken. Dus ondanks dat die emissies hoger zijn, betekent niet dat dat ook meer veenoxidatie is. Want het zou dus zomaar kunnen dat die hogere emissie, zoals ik net ook al vertelde, veroorzaakt worden doordat er simpelweg meer jong koolstof, koolstof wat in die graszoden zit, gemineraliseerd wordt. Dus misschien wordt het veen juist wel beter beschermd. Dat is het vervelende. Dat CO2 uit veen, daar zit geen label of iets aan. Dus we kunnen het niet onderscheiden van het andere CO2 wat vrijkomt. Helder, dank je. Nog genoeg, het sluit ook aan denk ik op wat Gilles zegt. Er zijn nog wel een paar onderzoeksvragen verder nodig om te beantwoorden. Er zijn een paar vragen in de chat. Een verzoek aan jou, Ralf, is of je daar nog even naar wilt kijken. Daar hebben we nu niet genoeg tijd voor. Nogmaals bedankt. En voor degenen die het net iets te snel vonden, kijk het vooral even na en dan wordt het vast duidelijker. Dankjewel, Ralf. Graag gedaan. Dan wil ik nu door naar Alexander. Alexander is postdoc researcher aan de Vrije Universiteit, Alexander Buzekot, and he will give a presentation in English, dus ik ga stap zelf ook over, about methane emissions. Alexander? Yes, thank you. Good morning. To share my screen. Everything looks good? Yes. Yes. Okay, great. Yes, so good morning, everyone. So yeah, I'm Alexander from the VU, and I'll give a presentation about the methane emissions from Dutch peatlands. So, let's see if I can still go ahead. Yeah, there we go. So just a quick introduction. Methane is a more potent greenhouse gas than CO2, and that mainly boils down to that it's more efficient at trapping radiation in the atmosphere. And the 100-year, if we want to put that into CO2 equivalents, and the 100-year global warming potential, so the standard used in our studies is it's 27 CO2 equivalents. And wetlands are the largest natural source of methane globally, and they're sort of responsible for 50% of natural emissions, and peatlands are included in wetlands, I should mention, and sort of 25% of the total emissions. So to give you a bit of background. And emissions from peatlands in the Netherlands are, I would say, poorly understood. So there's been a few past studies on meadows, but in terms of emissions from the wetlands and the peatlands, that is in natural cases and not so many. And yeah, just to point out that at the moment, these are not estimated in the greenhouse gas reporting for the land use change and forestry sector. So this data is quite needed. And so what I'll give you an idea about the main controls of methane emissions from peatlands. And so it mainly depends upon the availability and the quality of the substrate. So this is mainly carbon. So this the most efficient substrate to use is sort of plant matter or root exudates from the plants. But it can also be peat, but it does depend upon how easily digestible the carbon is.
for methane to be produced, it has to be a lack of oxygen, so an anoxic environment. So the water table depth is obviously also a master control on the production of methane. And because it also is a microbial process, temperature is also important. So with higher temperatures, you will see increasing methane emissions. The chemistry of the soil is also important. So there's an optimum sort of pH range of about 5.5 to 8 for where methanogenesis occurs. And the vegetation type and productivity can also influence it. So if you have very productive vegetation that where there's more root exudates, then you may also expect more methane emissions. And there's also three main emission pathways for methane. So there's diffusion, which is sort of the passive movements of methane out of the saturated zone. There's ebullition, which is bubbles. So when there's an increase in pressure in the subsurface, or then you can perhaps expect some bubbles to be released. But there's also plant-mediated transport. So there's certain vegetation, such as reeds or list dodder, where they have this pressurized flow system. So they want to get oxygen to their roots. And so they have this air pathway essentially through their enchyma, but that can also let methane out of the root zone up into the atmosphere. And just mainly due to all these combination of factors and these emission pathways, the emissions can be highly variable in space and time. So just our general research aims in the NOBV is sort of quantify and examine the drivers of these methane emissions across the Dutch peatlands. And we do have this, we have an aim where we want to improve the modeling capability, because we really need to upscale these emissions and get to sort of a national scale. And we also want to have an understanding of the emission trade-offs. So as methane is a much more potent greenhouse gas than CO2, if we re-wet some of these peatlands, we need to make sure that we're making the right trade-offs. And of course, we're going to limit sort of microbial peat oxidation and limit subsidence, but yes, we need to understand the impact of methane and also the impacts of different rewetting strategies. And we're not quite yet to sort of answer some of these later questions, but these are sort of our aims. So for the measurements that we have, so we have a monitoring network of ecovariance towers. We have 10 permanent sites measuring methane fluxes. We have 2 polluter culture sites, which are Zechveld and Ankerveen. We have 4 sites with sort of more natural vegetation, and these include sort of reeds, sphagnum, typha, rushes and sedges, and I'll show some photos of the sites in a moment. We have 3 pasture sites, so 2 sites with subsurface drainage, 1 with active drainage, Aston Delft, and 1 with passive drainage, Langevider. And then we have 1 with sort of more natural higher water levels, which is Demery. And we also do have one lake site, which is the Dynachemie in the Veden. And there's also 4 mobile sites. And so this is where sort of the ecovariance tower is rotated between 2 sites. So we have 3 on pasture, 1 on maize, and there's sort of 2 of those mobile sites have a high water level treatment. And there's also chamber observations at Ankerveen. So at Ankerveen, there's sort of, it's quite a diverse site, and there's many different vegetation types there. So chamber observations were also made, which I'll show. So just to quickly go through the sites, so Zechveld and Ankerveen are list dodder sites. Ankerveen, yeah, there is a more variable footprint there, but I guess the main target here is the list dodder as well. Keep going. So the natural vegetation sites, so we have Camphouse and Onlander, which is in the north of the country. So they have sort of I think Campas has reed and reed grass as the main vegetation. Here we have some natural list dodder and reeds. And the Viruba is the sphagnum reedland. So we have mostly reeds, and then there's a sort of a sphagnum growing as the surface layer there. In the Ilpelveld, that's mainly reeds, sedges and rushes. But of course, there's also the sphagnum inoculation experiment there. But this is the predominant vegetation type where the ecovariance tower measures. And this is the Dynachemie, so this is about a 1 meter deep lake in the Veda. And so these are what our pasture sites look like. So we have Aston Delft, that was the site with the active drainage, Langevider, which is a taller tower, which I'll get back to in a minute. We may see some of the effects of that. Demerick here, and sort of this was a demonstration of the mobile sites. But to get into the results, so the first ecovariance tower went up in May of 2020, and that was at Zechveld.
And then On Land and Camp House started in later in 2020. But you can see most of our sites, the data collection mainly started in August of 21. So the main things that you can see here, and just the sites were grouped by the vegetation type for most of the presentation, just to make it clear and for comparisons. So here you can clearly see sort of the seasonal cycle of emissions, where we can see the higher emissions are in the summer, which is the warmer season, of course. And you can already quite clearly see that the higher emissions appear to come from the polluted culture and the natural vegetation sites. Of course, here it does get, it's hard to see what's going on as most of our sites came online, but you can also see that the lake emissions are also, I guess, higher than some. And I'll switch to the box plot so then we can see a bit more clearly what's going on here. So again, you can see here that the polluted culture sites and the natural vegetation sites, which are the wetter sites, tend to have the highest emissions. And then the lake also has a similar profile. Where we have the sort of low pasture water level, pasture with low water levels, so we can see the emissions are very low or negligible. And then there is a bit of variation in some of these sites. So we can see with the submerged drainage sites, the Assendelft is quite a bit lower compared to the, we had two towers at Langebaardus. And this could be just due to the differences in the footprint here. So Assendelft is a lower tower, whereas Langebaardus is a higher tower. So, and also there's quite wide ditches there. So there could be more water inside the open water in the footprint there. And the same with Demerik as well. Keep going. So with the chamber data, this was sort of rotating chambers across these different vegetation types over approximately 2 years. So that started in the sort of spring of 2020. And we can see here, there's also quite this clear sort of seasonal cycle as well, with the higher emissions in the warmer season and low emissions during the colder seasons. And similar to the Etika variance data, we can see that the Phragmites, and the, which is reeds, and the Typha latifolia, they have the higher emissions. And then the emissions from the other land uses are quite negligible as well. Just to highlight some of the same sort of main drivers of the emissions here, these are the temperature responses for these different grouped land uses. So as you can see, this is a microbial process. It's you can see it's a sort of exponential relationship as the temperature increases, which is, as you would expect, quite typical. And just what these dots are, this has just been in 1 degree intervals, and that's where the line is fitted through, just to get a reduce the noise of the fit as well. But you can see if the polluted culture and the natural vegetation, they have the strongest relationships. And then with the sort of low groundwater level, there's no sort of relationship there. And then with the pasture, the high groundwater level, you can see there's also an increasing relationship. If we sort of pull all the data together and we look at the sort of what's the relationship between methane emissions and water level, what we have here on the right, this is just pulled irrespective of the land use. So you can see that we start to see the emissions increasing mainly from about when the water level increases past 20 centimetres below the ground surface. And then from there it increases, and then it sort of stabilises and it doesn't increase too much far beyond that. And this isn't too strange, because as the water level does also increase above the surface, it does increase the chance of the water to become oxygenated, which will limit the emissions of methane. But also the water level can be quite strongly seasonally dependent. So these water levels may go down in the summer, but when the temperatures will also increase the rates of methane emissions. And you can see it is quite strongly stratified by land use. And as we collect more data, this relationship may become smoother, but you can quite clearly see that the sort of any sort of, we do have this sort of critical point here of around minus 20. So with the data that we have at the moment, as you can see before, we only had most sites come online from August of 21. So we've mainly been able to do balances for the past year. And there is a limitation with our gap filling method at the moment. It was developed for CO2, but as we do more advanced gap filling,
we'll have more site use that becomes available and we can go to some of those sites in the past. But here I'm presenting the totals of methane and CO2 equivalents using that global warming potential of 27. Now, I should mention that the imports and exports are not known for all sites. So this is just, I guess, the comparisons of what the towers measure at the moment. But you can quite clearly see that some of these natural sites, here, Arkafane and, sorry, this is a political site, but the natural site here of Camp House looks like it was a sink the last year, whereas the Ilpefeld was a source of methane, whereas the Viriba was more neutral. At Arkafane, there is a sort of more variable footprint. So if we sort of perhaps scaled it for the land area that tower looks at, if it's mainly over the Liz Dotter, then this relationship may change, and then we'll look into that into the future. And the one thing I do want to point out, we shouldn't make sort of conclusions about these land uses or sort of strategies only after 1 year of data or 1 year of budgets, but the picture should become clearer into the future. So just in summary, I wanted to point out, this is sort of the first large-scale inventory of methane emissions from Dutch peatlands. We do sort of see this critical water level of around minus 20 centimetres, after which the emissions sort of rise and then do tail off. And there was this strong dependence on temperature. And this wasn't sort of shown too much in this presentation, but the vegetation type and sort of certain type characteristics can have large impacts on the methane emissions. And we do have some important next steps that we are going to do. So perhaps look at the source attribution within the sites more closely. So using the flux footprint, so we can sort of look at where the eddy covariance tower is measuring at a particular moment in time and look at hotspots. And this can be quite importantly ditches in these sort of pasture sites. And then with these high towers, exclusion of cattle at the grey sites can be difficult, and this needs to be looked at more closely. Look at sort of the soil properties chemistry and see how they influence the emissions more closely. And as I mentioned, doing more advanced gap filling techniques to get more of these site budgets. And importantly, we want to provide sort of empirical mechanistic relationships for modelling, emission upscaling, and of course, look at the emission trade-offs between different pre-wetting strategies. But that was it. Thank you. Thank you very much, Alexander. I have a question for you from Jan van Akker. Thank you. Are the ditches included in the pasture sites? So with the eddy covariance, yes, they will be included. And we can, as I mentioned, we can try and use the flux footprint to try and exclude them, but that is quite difficult, just because it does depend on the height of the tower and then sort of this how fast the wind is at a point in time, and that sort of determines the shape of the footprint. But yes, with it, they are, of course, included. So the methane emission from the ditches are also in this... these graphs. Okay. Yeah. And I should mention that we do have there are emissions of chambers or floating chambers on the ditches, and of course that data will be useful for looking at how the emissions from ditches, how that comes into our measurements of the eddy covariance. Misschien even ter toelichting of ter aanvulling. Het onderzoek waar Alexander nu naar verwijst is ook onderdeel van het NOBV. We hebben een een PhD die op dit moment ook onderzoek doet naar de emissie uit sloten, juist om deze post ook te kunnen kwantificeren en dan ook af te kunnen trekken van de emissie uit die EC-master. Ik denk wel goed om even nog wat toe te lichten. Alexander, can you tell something about the relation between vegetation type and emission? Yes, so I think perhaps I went over a bit quickly, but you could see that with the chamber data that the emissions of the reeds and the Liz Dotter were higher than some of the other land uses. So if you have many confounding impacts, because for the reeds and the Liz Dotter, you do need sort of a flooded surface. But these vegetation types really do, they do have this plant mediated transport, so they can really release more methane into the atmosphere using that. So you have that, and then it does depend on how productive the vegetation is. If they release lots of root exudates, so easy digestible carbon for the methanogens,
that then that can also influence the methane emissions. Thanks. And you're focusing on the Dutch peatlands. Is there? Can you tell anything about methane emissions in countries around us? Yeah, I'll give the typical scientist answer first, and that more data is always helpful, particularly when there's. You can see that the emissions can be quite highly variable with methane. And for example, the last year was quite hot. Hopefully we get some more variation in the conditions, but the response to sort of variable temperature and water level can be quite complicated. So if there's studies sort of outside the Dutch peatlands, that cover these conditions, that'd be quite useful. Or particularly if they're doing experiments that perhaps we're not doing sort of, it was a Danish study where they really varied the water level in polluted culture when it was hot to try and reduce the emissions. And so sort of that information could be really useful for us as well. And maybe I would flip it around just a bit as well, because these large flux networks that we're developing, they're not so common. The UK has one as well. But these measurements have only been really made possible with the development of a new sensor that's come up in the last 10 years. So a lot of these studies are quite new. And I think there's also a lot that we could probably contribute to our neighbors as well. Okay. So with our measurements. They can learn from us. Yes. Yeah. Okay. Thanks. Thank you very much, Alexander. En dan ga ik weer terug naar het Nederlands. De volgende presentatie wordt gegeven door Merit van den Berg. Volgens mij vanuit Duitsland. Klopt dat, Merit? Ja. Merit is onderzoeker aan de Vrije Universiteit. En zij gaat in op de nut en noodzaak om te modelleren binnen het NOBV. Ja, dat is het doel. Kun je mijn scherm zien? Ja, ja zeker. Ja. Dus ik zal in deze presentatie wat laten zien over al het modelleerwerk. Met name gericht op CO2-fluxen op dit moment nog. Ik presenteer het, maar het is het resultaat van heel veel verschillende mensen. En met name Deltares, De Wenner en De VU wordt gefocust op modelleren. Maar het is natuurlijk alleen mogelijk met alle data die we binnen het hele consortium verzamelen. Dat is even het eerste punt dat ik wil maken. Dit plaatje hebben we net ook al gezien, maar het is toch een heel belangrijk plaatje. Want waarom willen we uiteindelijk modelleren als we ook CO2 meten? Wat Ralf ook zei, is we meten eigenlijk een totale flux van primaire productie en ecosysteemrespiratie. Dus die primaire productie, dat is de hoeveelheid koolstof wat een plant opneemt door fotosynthese. Dan krijgen we biomassa, dat wordt dus uit de lucht gehaald. Vervolgens ademt de biomassa net als wij en wordt weer CO2 uitgestoten, wat we plantrespiratie noemen. Een deel van de biomassa wordt van het land afgehaald, wordt uit het systeem gehaald. Dat noemen we dan de C-export. En een deel van de biomassa sterft af, komt in de bodem terecht. Dat wordt verder afgebroken in de bodem zelf en draagt bij aan de bodemrespiratie, dus waar ook weer CO2 uit het systeem gaat. Dan heeft Ralf ook nog gezegd dat we mest in sommige gevallen hebben. Dus er komt al koolstof, wordt weer het systeem ingebracht. En wordt ook weer gemeten als CO2 wat afgebroken wordt. Door mest wordt afgebroken door micro-organismen. Komt ook weer als CO2 naar buiten. Nou, dit is wat we meten. We meten dus de primaire productie en de ecosysteemrespiratie. In principe kunnen we die ecosysteemrespiratie vrij goed meten, omdat we 's nachts, als er geen licht is, dan hebben we dus geen fotosynthese. Dus hebben we geen primaire productie, meten we alleen ecosysteemrespiratie. En overdag is het altijd een combinatie van allebei. Maar aan die ecosysteemrespiratie hebben we nog één term wat ook bijdraagt, en dat is de veenoxidatie. Dus dat is het oudere koolstof wat afgebroken wordt op het moment dat de zuurstof in de bodem terechtkomt. En uiteindelijk, de som van al deze termen noemen we dan, dat meten we dan over een bepaalde periode en dan weten we de netto CO2-balans. En we gaan ervan uit dat die netto CO2-balans, dat hetzelfde is als de veenoxidatie, want
Het geeft een netto verlies van je koolstof uit je systeem aan. En we gaan ervan uit dat dat hetzelfde uiteindelijk is als je veenoxidatie. Maar de enige manier dat het geval is, is wanneer die kortcyclische koolstof, wat dan vooral door vegetatie, door de biomassa wordt bepaald, als die in elk jaar in balans is. En wat wij dus willen weten uiteindelijk, is dat zo? En hoeveel draagt uiteindelijk die veenoxidatie dan bij aan je totale koolstofbalans? En we willen dat natuurlijk op grotere schaal ook kunnen modelleren, zodat we niet op elke plek hoeven te meten. Dus het gaat ons om die veenoxidatie. Die veenoxidatie is uiteindelijk een proces wat door micro-organismen wordt gedaan. En micro-organismen zijn eigenlijk niet heel veel anders dan wij. Ze houden van een waaglijke temperatuur van rond de 25 graden. Ze hebben water nodig om te kunnen groeien. Ze hebben ook zuurstof nodig. Dus ook weer er moet ook weer niet te veel water zijn. En ze houden van makkelijk afbreekbaar koolstof. En dat betekent suikers zijn makkelijker om te eten. Net als bij ons. Kunnen we sneller verwerken. En een micro-organisme ook. Dan koolstof wat moeilijker is, zoals hout, is gewoon minder makkelijk afbreekbaar. Dus daar doen ze ook veel langer over. pH is ook een belangrijke. Dat hoe zuurder het is, hoe minder makkelijk het is om veen af te breken. En weten we al van een aantal dingen, temperatuur en bodemvocht zijn toch wel de belangrijkste variabelen die bijdragen aan die veenoxidatie. En temperatuur, dat is een exponentiële relatie, wat we al eerder in de vorige presentatie hebben gezien. Wat betekent dat hoe warmer het wordt, hoe sneller ook die afbraak relatief gaat. Bij bodemvocht is het anders. Daar zien we dat er een optimum is. En dat komt omdat als het droger wordt, dan hebben we de micro-organismen te weinig water. Maar als het natter wordt, dan is er weer te weinig zuurstof. Dus er is dan een optimum voor bodemvocht. En deze twee processen samen, die zou je dan kunnen samenvoegen. Of deze twee variabelen kun je samenvoegen. En dan kun je kijken waar is dan de meest optimale afbraak. De aerobe afbraakpotentie is optimaal bij een temperatuur van 25 graden. En een bodemvocht van rond de 0,7 of rond de 70%. Wanneer wordt die dus minder? De aap, zoals we die soms ook noemen, die komt nog verder voor in deze presentatie. Dus onthoud die term goed. Uiteindelijk willen we dus modelleren om dus die koolstofkringloop goed te begrijpen. En de processen die gerelateerd zijn aan veenoxidatie. En dat doen we door modellen te trainen. Om te zorgen dat die modellen dus precies hetzelfde CO2-flux vertonen als wat we meten. Met al die verschillende koolstofbronnen in dat model gevoegd, proberen we zo te kijken welke koolstofbronnen bijdragen op welke momenten in de tijd aan de CO2-flux. En op die manier dus ook die veenoxidatie uit de gemeten fluxen te halen. Een ander is dat we, als we goed begrijpen hoe die veenoxidatie, welke processen daar aan bijdragen. En als we dat goed kunnen modelleren, kunnen we uiteindelijk ook de maatregelen in verschillende scenario's kunnen we voorspellen. Dus kijken we als we grondwaterstand verhogen of als we slootwaterstand verhogen, wat is dan het effect op je CO2-uitstoot? En uiteindelijk willen we opschalen naar landelijk niveau. En daar hebben we simpelweg modellen nodig, omdat je niet op elk perceel in Nederland kan meten. En dat is een van de belangrijkste redenen ook. Binnen het NOBV gebruiken we twee verschillende type modellen. Of eigenlijk is het altijd een soort combinatie van empirische modellen en mechanistische modellen. Een empirisch model kan zijn wat Ralf ook liet zien. Je hebt grondwaterstandmetingen, je hebt een CO2-uitstoot. En aan de hand van de grondwaterstandmeting zeg je dus, we hebben een emissie van zo hoog. En een mechanistisch model probeert de processen daarachter veel meer in beeld te brengen en te modelleren. Daar
Bijvoorbeeld als invoer heb je dan je meteorologische datareeks. Je kan je bodemeigenschappen toevoegen. En dan vervolgens rekent het model aan de hand van die invoerparameters je grondwaterstand, je bodemtemperatuur, bodemvocht uit. En daarmee kan je CO2-emissie bepalen. Dus het is een complexer model. Dat kan nog complexer worden als je nog zuurstof gaat toevoegen, als je nog koolstofafvoer met drainwater gaat toevoegen. Dus het is een gradiënt van empirisch naar meer mechanistisch. En dat hebben we ook in ons NOBV, hebben verschillende modellen die simpeler zijn naar meer complex. Dus de Peat Parcel 2D AAP, dat is iets wat op dit moment voor in zomers wordt gebruikt. Peat Parcel 2D is een grondwatermodel. En Jim heeft een paper geschreven over het Hydrus AAP model, waarbij Hydrus is dus een ander grondwatermodel. We hebben Peatland VU, dat is minder hydrologisch sterk, maar gaat juist heel veel meer over die verschillende koolstofbronnen, waaronder dus veen ook. En Swap Animo, wat door Wenner wordt gebruikt, wat een sterk hydrologisch model heeft en ook de verschillende koolstofbronnen modelleert. Dus het is gewoon een verschillende gradiënt aan complexiteit en ook een verschillende manier van inzetten van een model. Bijvoorbeeld voor een landelijk model zomers is het gewoon makkelijker als je niet een heel complex model hebt, omdat je bijvoorbeeld niet genoeg invoerparameters hebt om het model op een landelijke schaal te kunnen draaien. Terwijl bijvoorbeeld een Peatland VU of Swap Animo is heel erg gericht op de verschillende processen en geeft ook veel meer inzicht in de processen zelf. Hier komt wat naar een aantal resultaten van ons modellenwerk. Dit zijn resultaten die door Jim zijn opgeschreven in een paper, wat te vinden is in Biogeosciences, voor wie geïnteresseerd is. Het Hydrus AAP, het doel van dit model was om de effectiviteit van verschillende waterinfiltratiesystemen met verschillende scenario's door te rekenen. En eerst het doel daarvoor was om het überhaupt op te zetten en te zorgen dat het goed functioneert aan de hand van de gemeten data. En met de verschillende scenario's heeft Jim doorgerekend wanneer onderwaterdrainage het meest effectief is. En hij heeft laten zien in zijn paper dat de effectiviteit heel erg afhankelijk is van de kwelcondities. Op het moment dat je kwel hebt, kan je zelfs een tegengesteld effect hebben, waarbij je meer emissies hebt met onderwaterdrainage dan zonder onderwaterdrainage, in tegenstelling wanneer je wegzijging hebt in het systeem. Je slootwaterpeil is heel erg belangrijk. Slootwaterpeil zorgt altijd voor dat je onderwaterdrainage een hoger slootwaterpeil voor zorgt voor dat je onderwaterdrainage een lagere uitstoot geeft. En de zomerdroogte is natuurlijk ook belangrijk. Hoe droger de zomer, hoe sterker het effect is van je onderwaterdrainage. Maar wat hij ook liet zien in zijn paper, of wat het modeluitkomst liet zien, is dat de relatie van de gemiddelde zomergrondwaterstand met je CO2-uitstoot, dat die niet hetzelfde is voor de normale percelen vergeleken met de percelen met de onderwaterdrainage. En de oorzaak daarvoor kan zijn dat onderwaterdrainage juist het systeem wat vochtiger houdt, waardoor er juist optimalere condities ontstaan in hele droge zomers. Of dat je ook warm water toevoer kan krijgen vanuit de warme sloten richting het veld. Dit is wel iets wat een modeluitkomst is, dus om het echt te toetsen of het werkelijk ook in de praktijk gebeurt, zou dat nog ook met data verder getest moeten worden. Dan gaan we verder naar Swap Animo en Peatland VU. Dit was een hoofdstuk in de rapportage waarin de twee modellen vergeleken worden. En ook wat het doel was om te kijken wat de koolstofbronnen zijn die uiteindelijk aan de gemeten CO2-flux bijdraagt. Hier aan de rechterkant is daar een grafiekje van te laten zien. We hebben dit
specifiek alleen voor vlist gedaan. En in de grafiekjes zie je de verschillende koolstofbronnen. Bijvoorbeeld hier in blauw in beide, voor zowel Swap Animo als Peatland Vuur als Swap Animo, is de plantrespiratie. En we zien dat dat het meeste bijdraagt aan je totale gemeten ecosysteemrespiratie. Dat is rond de 70%. En verder de veenoxidatie is hier in donkerblauw. Dat is maar een relatief klein deel van de totale CO2-flux die we meten. Of dus de totale ecosysteemrespiratie, moet ik zeggen. In totaal dus 8-12% van de ecosysteemrespiratie is je veenoxidatie. Wat we ook zagen is dat het verschil tussen RF is de referentieperceel en MS is de maatregelperceel met onderwaterdrainage. Wat we ook zagen is dat gemodelleerde emissiereductie door onderwaterdrainage heel goed overeenkwam met langetermijn bodemdaling. En dat het model dus vrij goed overeenkwam met wat we ook verwachten. Maar wat we ook zien is dat we wel zeker langere tijdreeksen nodig zijn om ook de onzekerheid, binnen een model heb je ook weer onzekerheid, om te zorgen dat die veenoxidatie die we uit het model halen ook heel goed overeenkomt met de werkelijke veenoxidatie. Omdat de totaal wat we aan veenoxidatie eruit halen binnen de onzekerheidsmarge van het model zelf op dit moment nog valt. We hebben ook een vergelijking gemaakt met het andere model, met wat er nu binnen zomers wordt gebruikt en dus de gemeten NSCB's. En we zien dat dat vrij goed overeenkomt. Dat is allemaal in dezelfde ordegrootte. Maar wat we ook laten zien is dat zowel Swap Animo als Peatland Vue een lagere veenoxidatie laten zien dan NSCB. Wat dus betekent dat het model aangeeft dat de kortcyclische koolstof bronnen dus niet in balans zijn over dat jaar en een hogere uitstoot geven dan, dus niet in balans zijn en nog een uitstoot geven, dat moet ik eigenlijk zeggen. En daardoor is de veenoxidatie lager dan de NSCB. Dan hebben we nog het zomers framework, wou ik zeggen, framework. Dat doel van zomers is het registreren van de landelijke uitstoot van de emissie en ook de emissiereductie voor de jaarlijkse rapportage van het klimaatakkoord. Het doel is dus om 1 megaton in 2030 en klimaatneutraal in 2050 te worden. En zomers is gedacht als een multimodal ensemble waarin we de verschillende modellen en proceskennis binnen het NOBV combineren om uiteindelijk tot het resultaat te komen. En ook gebruiken we de NOBV-data voor het kalibreren en valideren van dus dit landelijke registratiesysteem. Op dit moment is het nog niet helemaal een multimodal ensemble. In zomers 1.0 en 2.0 is er een eigen gecreëerde grondwaterstandmodule. Die dus per perceel grondwaterstand dynamisch kan modelleren. Daarbij ook een bodemtemperatuur en bodemvocht modelleert. En daarmee aan de hand van gemeten veenafbraaksnelheden in het lab, waar de EU vooral mee bezig is, wordt dan een CO2-emissie bepaald. Dit is alleen nog voor CO2 dus. En dit is het resultaat wat we daarmee kunnen bereiken. Wat we in deze grafiek zien is de drooglegging, dus de slootpijl, versus de emissie, CO2-emissie. En in blauw zien we de relatie tussen slootpijl en CO2-emissie volgens het model. En wat we bijvoorbeeld zien is bij 60 centimeter onder maaiveld hebben we dan een CO2-uitstoot van rond de 17 ton per hectare per jaar. Als we dan vervolgens het slootpeil verhogen naar tot 40 centimeter onder maaiveld, dan zien we dat we een reductie krijgen van rond de 5 ton per jaar. Ja.
Maar we kunnen het slooppeil verhogen en ook nog eens onderwaterdrainage aanleggen. Als we dat doen, dan volgens de Bonobo-rekeningen komen we dan nog eens 2,5 ton lager uit. En als we in plaats van onderwaterdrainage drukdrainage aanleggen, dan bereiken we een reductie van 5 ton per hectare per jaar ten opzichte van alleen slooppeilverhoging. Maar we kunnen ook, als we bij 60 centimeter blijven en we leggen dan onderwaterdrainage aan, dan krijgen we geen reductie, maar juist gemiddeld een verhoging van de emissie rond de 2 ton per jaar. En daarmee laat ook Zomers zien dat uiteindelijk als je onderwaterdrainage aanlegt, dat dat alleen effectief is als je ook je slooppeil verhoogt. En dat is eigenlijk ook wat Jim in zijn paper aantoonde. Met deze combinatie van mogelijkheden is er dus in zijn de rekenregels gemaakt. En is dat dus ook waar nu mee gerekend kan worden. Nee, er is nog geen methaan in Zomers. En dat is nog wel iets waar we nu ook heel hard mee bezig zijn. Op dit moment is Zomers alleen maar gedacht voor gedraineerde landbouwpercelen. En dat we willen op diezelfde percelen willen we ook methaanemissie dan toevoegen door de relaties die Alex liet zien met grondwaterstand en temperatuur. Dus kunnen we aan het bestaande systeem een extra module toevoegen voor methaan. Maar we willen ook weten juist bij de natte gebieden hoeveel methaan eruit komt. En dat is vooral bij natuur en polycultuur. Maar we willen het ook van sloten en meren weten om zo ook tot een landelijke methaanemissie te komen. Daar zijn weer andere dingen voor nodig. We willen vooral voor natuur en polycultuur weten dat de vegetatie die heel erg belangrijk is voor je methaanuitstoot. Dus kun je niet meer met die alleen maar met de empirische relaties met grondwaterstand komen. En daar willen we dan methaanemissie modelleren met het peatland view-model. En zo de verschillende vegetatietypes meenemen. Voor sloten en meren bestaat er nog niet een heel goed model. Dus op dit moment zijn we vooral bezig met data uit literatuur of van de metingen binnen het NOBV te halen. En uiteindelijk moeten we wel toe naar empirischere. Of niet alleen empirische relatie, maar ook mechanistische modellen. Om die sloten en meren beter te modelleren in de toekomst. Dus de vervolgstappen voor het modelleren op dit moment zijn het integreren van meer modellen binnen Zomers. Dus we willen dan meer vergelijkingen gaan maken met bijvoorbeeld Swap Animo en Peatland VU met Zomers 2.0. We gaan Peatland VU dus ook meer inzetten voor methaanemissies. Modellen moeten meer ontwikkeld worden voor sloten en meren. Er zijn ook andere projecten heel erg mee bezig. En uiteindelijk voor Zomers gaan we LULUCF ook combineren met het rapporteren van deze klimaatakkoordrapportages. Dus dat we tot eenzelfde getallen komen als de LULUCF. Dat was het. Ietsje te lang zag ik. Geeft helemaal niks meer. Dankjewel. Ik denk dat het goed is dat je ons mee hebt genomen in het verschil tussen modellen en meten. Hè? Want zou je delen willen stoppen? Dan kunnen we. Oh ja. En als ik jou goed begrijp, hè, dan zeg je eigenlijk, het model hebben we nodig omdat we niet overal kunnen meten. Maar ook omdat je dus hiermee ook voor veel meer variaties, uitspraken, voorspellingen kunt doen. Ja. Zeg je het zo? Ja, precies. Ja, want uiteindelijk willen we ook weten van, oké, als we hier op deze plek gaan vernatten, wat is dan het effect? Wat bereiken we daarmee? Dat wil je natuurlijk ook. En wellicht ook nog verder in de toekomst, dat je misschien ook zelfs met verschillende klimaatscenario's nog verder kunt rekenen. Ja. En, maar jullie hebben die berekeningen natuurlijk wel, want je liet een voorbeeld zien van koolveen 60 meter perceelbreedte. Hè? Maar misschien is het goed om te vertellen dat jullie dat voor heel veel verschillende soorten veen met verschillende situaties hebben uitgerekend. Ja, daar kan Gilles iets meer over vertellen. Maar inderdaad, dat was ik nog vergeten te benoemen, dat dit een voorbeeld was. En dat er verschillende archetypes aan bodem worden doorgerekend met verschillende perceelbreedtes, met verschillende zootpijlen. Dus op die manier creëer je dan een heel
opzoektabel eigenlijk van alle mogelijkheden die er zijn doorgerekend. Ja. Is het dan dekkend voor heel Veenweide Nederland? Als het goed is wel, Gilles. Kan iedereen... Ja, ik zal even inspringen. Ook wat Merit zegt is helemaal precies correct. Dus in zomers 1.0 dekken we geloof ik 80% van het Veenweide gebied af op een of andere manier. Met bepaalde combinaties. En in zomers 2.0 waar we nu aan werken wordt dat 90% voor alle provincies. Waarbij je ook een suggestie krijgt voor de overige 10% wat de meest dichtbij je combinatie is die je zou kunnen gebruiken. Dus de variatie die het meest lijkt op die niet gemodelleerde combinatie. En ik wil nog even benadrukken, dus in zomers 1.0 zijn volgens mij 6.000 combinaties doorgerekend. Okay. Verschillende slootbreedtes, kwelwegzaaiingssituaties, droogleggingen, et cetera. En in zomers 2.0 gaan we denk ik wel naar de tienduizenden combinaties toe. Oké, okay. Dus altijd terug te vinden, zeg maar, jouw situatie. Dus nagenoeg altijd voor terug. Iedereen, dus misschien ook, dat zie ik ook in de chat, een belangrijk punt hierbij is dat het effect van de maatregel bestaat dus niet. Dus dat was ook iets wat we natuurlijk in 2018 mee begonnen zijn. Wat is het effect van een bepaalde maatregel? Ja, het antwoord is altijd divers. En dat is gewoon dat het Veenweide gebied in Nederland divers is. Dus dat zie ik ook in de chat. Verschillende manieren. We proberen juist die diversiteit te omarmen. Hè, en dat dan ons mechanistisch begrip te vergroten, dat we dat kunnen verklaren. Dat is onze belangrijkste strategie op dit moment. Helder. Dat lijkt me een mooie take-home message. Dankjewel. Dankjewel, Merit, voor je heldere verhaal. En dan zou ik graag nu... Er zijn nog heel veel vragen in de chat gekomen. We hebben niet zo heel veel tijd meer. Dus als er nog onderzoekers zijn die dat willen beantwoorden, graag. En anders krijgen jullie antwoord later nagestuurd voor de vraagstellers. Dus zijn je vragen niet vergeten. Ik wil graag Douwe Jonkers en Chris van Naarden vragen om zich te unmuten. Goedemorgen Chris. Goedemorgen Douwe. Misschien dat jullie even voor kunnen stellen. De meeste kennen jullie misschien, maar toch. Ja, zal ik beginnen? Douwe Jonkers, ministerie van LNV. Ik ben het programmamanager Veenweide. En we voeren dat programma, zoals jullie weten, met heel veel andere overheden en partijen samen uit. Dankjewel. En Chris? Chris van Naarden, ook van het ministerie van LNV. En vanuit het ministerie trek ik alle onderzoekslijnen rondom het Veenweide-programma. Chris, ik wil even met jou beginnen, want jij zit eigenlijk, je bent nauw betrokken bij dit onderzoek en dan zie je deze resultaten na 3,5 jaar. Kun je daar al iets mee, zeg maar, nu in je werk? Nou ja, waar Douwe ook al over begon is dat de lead voor de gebiedsprocessen, die ligt natuurlijk bij de regionale overheden, voornamelijk provincies en waterschappen. En wij maken de beleidsaanpak op hoofdlijnen. En waar we die eigenlijk primair voor gebruiken is bijvoorbeeld de emissieregistratie, dus een LULCF. En dat gaat voornamelijk via SOMES, maar daar worden natuurlijk de meetresultaten van het NOBV ook voor gebruikt. We maken stimuleringsregelingen bijvoorbeeld via het GOB. En waar we het ook voor gebruiken is natuurlijk de grotere discussie over de toekomst van het Veenweidegebied met andere departementen, voornamelijk het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bijvoorbeeld als het gaat over zoetwatervraag. Of hoe de inrichting van het gebied eruit ziet in de toekomst. Ja, dus de relatie met andere domeinen ook. Ja. Hè? En dan is natuurlijk, als het gaat over integraliteit en de relatie met andere opgaven, dan komt al snel het woord NPLG of de afkorting NPLG om de hoek. Ik moet altijd even, het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Douwe, kan jij daar iets meer over vertellen? Wat kunnen we met dit onderzoek, Douwe, hoe hangt het samen? Ja, nee, dat kan ik wel. Dat Nationaal Programma Landelijk Gebied, dat is een groot programma wat door de diverse ministeries gezamenlijk wordt uitgevoerd. Dat wordt voor een belangrijk deel door het ministerie van LNV gecoördineerd. Daar zit ook een hele programmadirectie. En de kern van dat programma is dat er twee dingen zijn. Er is een transitiefonds waarin vele miljarden, ongeveer 24 miljard, beschikbaar is om dat hele landelijk gebied duurzamer in te richten. Om milieudoelen te halen op het gebied van water en klimaat. Dus ook broeikasgassen uit de bodem, maar ook de reductie van broeikasgassen, met name methaan, uit de veestapel. Het gaat om doelen voor natuur, voor biodiversiteit, voor landschap. Dus daar moet heel wat gebeuren in het landelijk gebied. En tegelijkertijd proberen we toekomstperspectief te bieden aan de landbouw. En in het Veenweidegebied is dat natuurlijk met name de melkveehouderij. Nou, wat er nu gebeurt is deze weken, is dat de provincies hun eerste plannen landelijk gebied, hun provinciale plan landelijk gebied, het PPLG,
moeten ze inleveren bij het Rijk. Daar hebben we deze week ook zogenaamde overdrachtsgesprekken over. En gezamenlijk, zij leveren, geven dan aan wat zij in het landelijk gebied allemaal gaan doen. En wij als Rijk gaan die plannen dan toetsen. Beoordelen is een zwaar woord. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de provincies met concrete maatregelen aanspraak kunnen maken op die financiële middelen uit het transitiefonds. Nou, wij hebben de opgave van 1 megaton uit veenbodems hebben wij gezamenlijk met de provincies indicatief over die provincies verdeeld. Dus iedere provincie heeft een eigen opgave. En de bedoeling is dat die opgave ook in dat PPLG staat. En dat de provincies ook aangeven hoe zij en met welke maatregelen zij op de lange termijn, maar ook op de korte termijn, proberen hun reductieopgave te realiseren. Helder, dank je. Hey, en in het begin werd gezegd, het onderzoek loopt tot medio volgend jaar. Nou, volgens mij hebben zonder uitzondering alle onderzoekers benadrukt dat de noodzaak van langjarig meten. Roepen onderzoekers dat natuurlijk wel vaker, maar volgens mij hebben je ook heel duidelijke argumenten waarom het nodig zou zijn. Hè? Ook omdat er nou ook nieuwe maatregelen oppoppen, zoals kleinveen, greppelinfiltratie. Nou, wie weet dat er nog meer bedacht wordt. Hoe zien jullie dat eigenlijk? Ik wist misschien eerst als voorzitter van de kennis. Toen we 3 à 4 jaar geleden begonnen aan het NLBV, waren we natuurlijk van op de hoogte dat je eigenlijk meerjarig moet meten om de effectiviteit van maatregelen vast te stellen. Juist omdat de hydrologische invloed ook groot is. En we ons natuurlijk richten op ongeveer 8% op 12% van de CO2-uitstoot uit de veenbodem. En toen hebben we natuurlijk al meteen het project voor 4 jaar gegund. 4 jaar is in wetenschappelijke projecten al best wel lang. En je wil ook kijken of zo'n consortium zoals dit een succes is. Nou, dat gaat nu heel goed. Het zou dus heel goed kunnen dat we het ook nog gaan verlengen. Omdat we dus de effectiviteit van nieuwe maatregelen gewoon nog moeten vaststellen. En we moeten gewoon eens per zoveel jaar bekijken wat de juiste vorm is. Voor de maatschappij, dus vanuit ons en voor de onderzoekers, om die onzekerheden steeds kleiner te maken. Wil je daar nog aanvulling op, Douwe? Ja, nou, het is belangrijk dat dat onderzoek wordt voortgezet, hè? Want we zien allemaal dat de onzekerheden rond de eerste uitkomsten, dat die best nog wel groot zijn. En dat er echt behoefte is om meerjarig te meten, om ook die variatie in omgevingsfactoren beter in beeld te brengen. En daarmee ook die onzekerheden rond de uitkomsten steeds kleiner te kunnen maken. Dus wij hebben ook echt de ambitie om dat programma verder te verlengen. Wij zetten ons daarvoor in om die middelen ook op tafel te krijgen. Dat is nog geen gegeven. Wat ik zei, omdat het transitiefonds bevat heel veel geld. Dat is vooral bedoeld voor het concreet nemen van maatregelen en niet zozeer voor het uitvoeren van allerlei onderzoek. Maar we zijn daar hierover wel in gesprek, ook met het ministerie van Financiën, om te kijken of wij hier nog aanvullende middelen voor kunnen gebruiken. Dus die discussie loopt volop, maar onze ambitie is duidelijk. Er moet langjariger gemeten worden. En ja, er zal ook wel ruimte ontstaan om ook nog naar andersoortige maatregelen te gaan kijken. Dankjewel. Wat je hoort ook in de chat, hè, je ziet dan dat er best wel veel onzekerheden zijn. Je benoemt het zelf ook even, Douwe. We focussen ons nu ook op een aantal maatregelen die nou al enigszins, zij het op pilotschaal of op iets grotere schaal, worden uitgevoerd. Onderzoekers zijn natuurlijk altijd zijn heel goed in het benoemen van onzekerheden. Aan de andere kant hebben we ook enigszins richting meegegeven. Kunnen jullie nu met hetgeen wat jullie horen, wat zou je nu al, om te voorkomen dat iedereen wacht tot nog een paar jaar wacht op de resultaten, zou je al iets mee willen geven aan de beleidsmakers in de zaal? Specifiek voor beleidsmakers, wij zijn intensief met hun in gesprek over de eerste plannen, provinciaal plannen landelijk gebied. Wat je wel ziet, is dat de opgave in het veenweidegebied met name groot is. Hè? Dat is niet alleen broeikasgassen, het is waterkwaliteit, het zijn de weidevogels, het is klimaat, ook uit de veestapel. En we zien dat de provincies, waar ze nu al met indicatieve claims komen, dat die financiële claims heel veel meer zijn dan zelfs die 24 miljard, hè, wat een onbeschrijfelijk groot bedrag is, wat door het kabinet beschikbaar is gesteld voor die transitie van het landelijk gebied. Dus wij zullen ook echt moeten gaan zoeken met elkaar naar maatregelen die meerdere doelen tegelijk gaan dienen. Wat we dan met een moeilijk woord de synergiemaatregelen noemen. En ik verwacht zelf, en dat is even een persoonlijke inschatting, dat met name in het veenweidegebied
een extensivering van de melkveehouderij misschien wel de oplossing is om die meerdere doelen, water, klimaat en ook uit de veestapel, om dat te kunnen realiseren. Dus mijn oproep aan de overheden is met name om te zoeken naar die synergiemaatregelen. En daar kan vernatten van de bodem in samenhang met het extensiveren van een bedrijf kan daar denk ik een goede oplossing voor zijn. Ik kijk ook even naar de opgave die wij als Nederland hebben voor biologisch. Wij hebben een enorme ambitie om het areaal biologisch nog verder te vergroten. Van de huidige 3% van de boeren naar 15%. Europa wil graag zelfs naar 25%. Nou, dat gaat om duizenden hectare. En ik denk dat dat met name ook in het veenweidegebied een heel goed perspectief zou kunnen zijn. Het hoeft niet altijd per se biologisch. Hè. Er zijn ook bedrijven die regeneratief of op een andere manier bezig zijn, maar wel extensiever. En ik denk zelf dat dat haast onontkoombaar is. Maar goed, de oproep is dus vooral zoek naar synergiemaatregelen om met één pakket aan maatregelen meerdere doelen te kunnen dienen. Helder, dank je. Chris, nog een uitsmijter, nog een aanvulling daarop? Nee. Alles is gezegd. Nou, dan zijn we aan het eind gekomen van dit webinar. Kort voor 11 zouden we afronden. Er zijn nog een aantal vragen niet beantwoord. Dat ben ik over heel veel, denk ik, want het was was druk in de chat. Wij gaan die vragen zeker nog beantwoorden. We komen dus via schriftelijke terugkoppeling bij jullie terug. En dan wil ik jullie allen, alle sprekers in elk geval, van harte bedanken. En niet alleen alle sprekers, want het is misschien goed om te melden dat achter deze sprekers en achter de plaatjes die deze sprekers hebben laten zien, heel veel onderzoekers bezig zijn in het veld, in het lab, achter de computer te analyseren, met elkaar in gesprek, dat die allemaal betrokken zijn. Dus dat is ook voor hen een grootste dank. Het webinar kunnen jullie laten terugzien op de website en via YouTube. En wat nog goed is te melden, vandaag verschijnt ook de rapportage over dus wat hier verteld is ook schriftelijk terug te vinden. Zoals Gilles al aangaf, die is opgesplitst in 14 papers, wetenschappelijke papers. En een aantal daarvan die worden vandaag online gezet, ongeveer vanaf vanmiddag beschikbaar op onze website. En een aantal papers is nog niet beschikbaar, omdat die onder wetenschappelijke reviewing plaatsvindt nu. En dat betekent eigenlijk dat we die in de wetenschap mogen we ze dan nog niet publiceren. We moeten wachten tot de reviewers het goed hebben gekeurd voordat we het mogen publiceren. Dus de verwachting is dat het begin dit najaar zal zijn. En dat zullen wij dan ook in onze nieuwsberichten geven. De welbeschikbare papers zijn dus vanmiddag terug te vinden, samen met een samenvatting en een oplegger. Nou, vanaf rond een uur of 1. En verder kunt u op de website ook terecht voor allerlei andere informatie, animaties, eerdere opnames. En u kunt ons uiteraard volgen op LinkedIn. En dan heb ik volgens mij alle boodschappen meegegeven. Dan wil ik namens het NOBV en namens STOA jullie ontzettend bedanken voor jullie aandacht. En ik hoop jullie snel bij een volgend webinar weer te zien. Tot ziens!